chemie, naamgeving van koolwaterstoffen. Daar waren we mee bezig. Kijk anders de vorige filmpjes, als dit je eerste is. Die karakteristieke groepen. We hebben er nog eigenlijk maar één te gaan. Dat zijn de aminen. En als voorvoegsel gebruiken we een amine. Dan zeggen we amino. Is het een achtervoegsel, dan noemen we het amine. En die E of die O, dat kan je een punt kosten. Ja, bij het eindexamen, dus pas daar goed op. Ja, dus erg verwarrend. Amino als voorvoegsel, amine als achtervoegsel. Goed, waarom zijn die amine zijn die zo belangrijk? Voornamelijk in de biochemie zijn amine erg belangrijk. In de combinatie met aminozuren. Ja, dus de zuurgroep met de aminogroep. En wat is die aminogroep? Dat is een NH2 groep. Die hier dus aan die koolstofatoom zit. En aminozuren zien er op deze manier uit. We hebben dus aan de ene kant van een koolstofatoom hebben een amine groep. Aan de andere kant hebben we die carboxylgroep, die zuurgroep, C-dubbelgewonden O-OH. En in het midden, dat noemen we het centrale koolstofatoom. In het centrale koolstofatoom, daar zit 1 H aan gebonden. En er zit een restgroep aan gebonden. En die restgroep die noem ik hier R. Die R die kan, dus, die kan van alles zijn. Ja, die kan van heel groot tot heel klein zijn. En de kleinste restgroep ja, die vinden we bij glycine, het aminozuur glycine. Daar is, die restgroep is alleen maar een waterstofatoom. Deze restgroep, het centrale koolstofatoom, ja, die zorgt er dus voor dat deze aminozuren anders zijn. En als je in Binas tabel 67H1 kijkt, hier, ja, dan zie je dat dit groen gearceerde deel, dat is steeds hetzelfde voor de natuurlijke aminozuren. Dus die natuurlijke aminozuren, ja, die hebben dit gedeelte allemaal hetzelfde. NCC en dat NCC, ja, die stikstof-koolstof-koolstofrij, is erg belangrijk in de natuurlijke aminozuren. En waarom is dat dan zo natuurlijk? Dan loop ik al erg op de zaken vooruit, omdat aminozuren zijn, zoals je misschien weet, de bouwstenen van eiwitten. Oké. Dus die zuurgroep, de aminegroep, we weten van die Binas tabel 66D, dat die zuurgroep is het belangrijkste, heeft de hoogste prioriteit in de naamgeving. Ja, dus het is een aminozuur. Ja, die zuur die wordt de hoogste prioriteit, dus die krijgt de achtervoegsel. En de aminegroep, die moeten we als voorvoegsel gebruiken. Dus we hebben in die Binas tabel 67H1 hebben we twee aminozuren, glycine en alanine, die we kunnen benoemen met wat we nu kennen aan kennis voor koolstofchemie. Glycine en alanine. En het zou een goede oefening zijn als je de namen, de systematische namen van glycine en alanine, wat natuurlijk triviale namen zijn, als de systematische namen van die twee. Als je die kan opschrijven voor jezelf, ja, hier beneden kan je zien, kan je de systematische namen kan je terugvinden in de comments. Goed, we hebben nou veel karakteristieke groepen gehad. Ja, en het is echt zaak dat je daarmee oefent. Dus probeer dat vooral. Twee kanten op, dus van de naamgeving naar de structuurformule en van de structuurformule naar de systematische naam. Ja, veel succes! Subscriben kan hier natuurlijk en andere opties voor filmpjes zie je daar.